Hallo lieve vrienden, van een goed en gelukkig leven. Hoe is het met jullie? Nou, met mij is het lekker. Ik was een weekendje naar Parijs en daar heb ik verschrikkelijk lekker zitten bunkeren. Je nou ook van, lekker eten en drinken. Vandaar dit en dat en zus en zo. Wat zit er onder het doosje? Ik begin helemaal een beetje te stotteren. Dat komt misschien omdat ik natuurlijk een heel weekend Français heb geparlet. Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Ik ben benieuwd. C'est un pas vrai. Dat is ook Frans. Van, hoe heet die? Ali B. Die troep waar de reclame voor wordt gemaakt. Die lijpe Mokro Flavor Organic Soja-based Nepvlees. Die gozer die verbindt zijn naam echt werkelijk aan alles. Ik zag het dus ook op zijn Instagram. Dat hij dan zei... Ja, ik heb natuurlijk altijd vlees zitten eten, maar ik ben er nu helemaal uit. Toen was hij naar de fabriek gegaan en zei hij, ja, nu eet ik echt alleen maar soja-based vegan shit. Zou dat misschien eens mee te maken kunnen hebben dat ze hem heel veel geld hebben gegeven? Dat ze die akelige kop van hem kunnen gebruiken? In zijn term lijpe mokrofever. Zou het daarmee te maken hebben dat hij het nu opeens helemaal te gek vindt? Ik denk het wel. Ik zal je nog wat vertellen. Ik leid aan een vrij zware alibé-moeheid. Ken je dat? Die denkt, ach god, daar heb je hem weer. Die gozer is toch overal, elke reclame. Dan denken ze bij van, ja, we moeten toch een beetje multicultureel, een beetje leuke twist. En dan, ja, nou, we hebben al genoeg people of color gebruikt. Moet ook een keer een leuke Marokkaan. Ali B. Volgens mij staat bij in elke redactie, in elk reclamebureau, bij de L van leuke Marokkaan, zijn telefoonnummer. Voor anderen niet. Helemaal gek word je van die gozer. Alles doet hij, overal zit hij. Die zit bij elke zangwedstrijd, is hij jurylid. Heb je hem wel eens horen zingen? Kan hij helemaal niet. Waarom doen ze erbij? Oh, dat is die Ali B. Die is zo verschrikkelijk leuk. Een leuke Marokkaan. He? De elf van leuke Marokkaan. Laten we hem maar vragen. Zit je te slissen? Ja, ik vind dat je heel mooi kunt zingen. Hoe weet jij dat nou? Je weet niet eens hoe je moet zingen. Ja, je bent een rapper. Dat kan hij trouwens ook niet. Echt rapper kan hij ook niet. Nou, zo zie je maar. Ik ben niet per definitie fan van Ali B. Dus als Ali B op een gegeven moment gaan roepen dat we vegetarisch moeten gaan bikken, ben ik een beetje cynisch. Maar goed, dit is een reviewkanaal, dus laten we het gaan proberen. Want misschien is Ali B helemaal niet die vervelende, opportunistische, neppe, commerciële hufter, wat ik denk dat hij is. Dus ik ga het even lekker bakken en even lekker proeven in mijn bakkie. En voor hetzelfde geld zeg ik, lekker man, lijpe mokro flavor. Vega, lekker. Maar ik denk het niet. Vloepie, 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 klaar. Gebak, wat is het? Kijk, het ziet er natuurlijk vreemd uit. Ik weet ook niet wat ze na willen doen. Meestal zeggen ze dan, dit ziet eruit als kip. Nee, maar het is het niet. Want dit is die lijpe mokro flavor. Ali V, die eet mee met lijpe mokro flavor. Ali V, grappig, van Ali Vegetari. Maar goed, wat zitten we te bikken? Verhit de plantaardige olie en bak de lijpe mokro flavor. Dat hebben we gedaan. Ik zei, wat zit erin? Er zit in water, soja, Marokkaanse specerijen. Knoflookpoeder, paprikapoeder, gemberpoeder. En allemaal poeder. Nou, superlekker en makkelijk op een broodje met jouw lievelingssaus. Laten we wel wezen, als jij een drol hebt... van een hond. En ik ben geen liefhebber van de hondenstront. Maar die wikkel je in de zwarmekruiden. En die bak je op. Denk je dat je die lekker vindt? Want laten we eerlijk zijn, zwarmekruiden zijn over het algemeen gewoon lekker. En welk vlees of brok soja of drol je daarin wentelt, komt er altijd wel goed uit. Genoeg is zeker, laten we proeven. Het lijkt niet op kip. Het is een beetje rubberachtig. De structuur is van inktvis. Dus niet die ringetjes die je uit de diepvries haalt. Maar gewoon van verse inktvis die gebakken is. Die structuur heeft het. Alleen niet die smaak. Maar het is een soort... Het is zeg maar een gum waar je lekker doorheen kan bijten. Is dat lekker? Nee. Nee. Het bijten, structuur is niet lekker. Het is inderdaad gewoon
opgedroogde kauwgom. Zijn de dingetjes dan lekker van smaak? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is net zo flauw als de hele carrière van Ali B. Het is niet genoeg gekruid. Tuurlijk proef je die Marokkaanse specerijen. God nog weet wat dat is, maar in ieder geval die, laten we zeggen, zwarme kruiden. Proef je wel, maar niet genoeg. Dus het is eigenlijk een beetje, nou, het is eigenlijk een beetje flauw. Het is eigenlijk een beetje nietszeggend. Want als je dan toch de lijpe mokkerflavor neemt, krijg je het dan goed dat je wat in je mond hebt. En dat je dan ook, zeg maar, afdwaalt van het idee dat je op soja zit te kauwen. He? Dat je denkt, nou, dit smaakt zo gezellig en overtuigend naar Marokkaanse stukjes, whatever. Dat wil ik wel met brood, met knoflooksaus. Overigens, dat gezegd hebbende, alles wat je natuurlijk bereidt met zwarme kruiden is redelijk lekker. Tenminste, als je het goed doet, want het is gewoon flauw. Maar alles waar je een toefje knoflooksaus op flikkert, is ook natuurlijk lekker. Dus laten we eerlijk zijn, het is allemaal vals spelen. Dus je hebt een broodje, mieter je dit op, mieter je knoflooksaus op en dan zeg je, ja, best lekker, het is best lekker. Maar laten we eerlijk zijn, het is niet echt best lekker. Dit is eigenlijk gewoon niet te bunkeren. Laten we wel wezen. Het is flauw, het is laf. De structuur van het spul is ja, te gummy. Dus wat ik dan zou doen, als ik de producent was, maar dit soort stukjes doen, zodat die knasperig worden van het bakken. Maar natuurlijk niet halve boomstranken. Hier moet je dit zien. Hier. Veel te groot. Om ook maar een soort vleessensatie op te bouwen. Dus maak het dan klein en fijn. Bak het hard in de boter. Zodat er een krokant korstje op komt. En dan kan je het nog wel een keer een beetje aanleuken met knoflooksaus. Nu is het veel te. Je bent veel te snel door die smaak heen. Ja, nu zit je door de smaak heen. Ja, en dan zit je gewoon. Ja. Dan zit je gewoon op een stuk rubber te kauwen. Zonder smaak. Dit is gewoon niks. Maar goed, ik vind de Ali B boterzacht en commercieel. Dat is dit product ook van Like Mokro Flavor Organic. Er zijn best wel dingen zonder vlees wat lekker is. Dit is niks. Dit is gewoon the big nothing. Het is niet goed voor smaak. Die brokken zijn te groot. De soja is veel te soja. Er is gewoon geen ene reet aan. Dit product, inclusief Ali B, ik heb er mijn 4. Denk daar maar eens over na.